Voor deze maand wil ik een vers lezen uit 2 Korinten 9 vers 6. Bedenk dit, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. Het is weer lente en de boeren gaan hun akkers klaarmaken voor het zaaien. Ik heb aan het begin een vers uit de Bijbel gelezen waarin gezegd wordt dat wie karig zaait, ook karig zal oogsten. Is de boer dan verantwoordelijk voor de groei van het zaad? Nee, dat is hij niet. De groei ligt in de hand van God. Hij geeft de regen en de warmte van de zon, zodat het zaad gaat ontkiemen en begint te wassen. De boer is verantwoordelijk voor zijn akker en het zaaien van het zaad. Wij zijn verantwoordelijk voor de akker om ons heen, dat die zoveel mogelijk wordt bewerkt door de liefde die wij van Jezus ontvangen hebben en onze toewijding, om zo te leven dat mensen op ons acht geven. Wij moeten zaaien, het woord van God brengen, zijn genade die Hij wil geven aan de mensen openbaren. De weg die Hij gegeven heeft door zijn offer aan het kruis van Golgotha bekend maken. Wij hebben die opdracht gekregen en we moeten dit rijkelijk doen, dan kunnen wij ook rijkelijk oogsten. Voor de groei van het zaad is God verantwoordelijk, want elk woord van God zal niet ledig terugkeren. Er is kracht en leven in het zaad, in elke korrel. Bewaar je hem ook nog zo lang, zodra hij in de grond wordt gelegd, zal hij beginnen te groeien. Zaai veel en je zult ook veel te oogsten hebben. Tot slot wil ik een bemoedigende vers van David lezen uit Psalm 126, vers 5 en 6. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort die de zaadbuidel draagt. Voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven. Gods rijke zegen met het zaaien deze maand.